Goedemorgen. Vandaag gaan we een hond tekenen. Misschien weten sommigen van jullie wel dat ik ook een hond heb. Ik heb zo'n, labradoedel. Het is alleen bij ons geen echte labradoedel. Het is een kruising tussen een kolderdoedel en een visla. Een hartstikke leuk beest. Ontzettend leergierig. En ook ontzettend lief. En qua gedrag helemaal een doedel. En ook anti-allergiehond is het. Mijn dochter heeft astma. Ik heb vroeger astma gehad. Maar voor ons hond hebben we geen last. En dat is heel fijn. Lekker knuffelen met die hond. En leuk spelen. En, maar hoe teken je nou zo'n hond? Zullen we daarmee eens aan de slag gaan? Doe je weer mee? Ja, vandaag is de dag van de hond. Hoe teken je nou een hond? Nou ja, je hebt natuurlijk ontzettend veel verschillende honden. En verschillende hondenrassen. Nou, we beginnen met de neus. Ik ga eens eventjes een baardenhond tekenen. Zo. Dit is al best aardig zo. Zo. Hop. Zo. Een hond is nog niet zo heel makkelijk hoor om te tekenen. Zo. En dan natuurlijk ook hier bovenop wat haar zo. Je moet goed opletten hoe loopt de richting van de haren van zo'n hond. Als je zo'n hond gaat tekenen. Nou, ik vind dit een hele leuke hond. Tong uit zijn bek. Zo. Bek eronder. Nou, ik vind dit wel een hele leuke hond zo. Je kan natuurlijk ook een labrador hond tekenen. Die grote oren heeft zo'n hond. Hè. Vaak wat kleinere oogjes. Zo hij krijgt. En ik vind een labrador altijd een beetje zullig kijken. Of een beetje triest kijken. Qua. Zo. Ik vind het wel een aardige labrador zo. Nou. Ik zou zeggen, ga zelf aan de slag met een hond. Je kan natuurlijk ook gewoon een stripfiguur hond tekenen. Ik weet niet of je de Donald Duck thuis hebt. Zou kunnen natuurlijk. Maar bijna alle mensen in Duckstad, dat zijn honden. Als je kijkt. Die hebben allemaal zo'n zwarte dopneus. Zo. Nou goed. Ga zelf aan de slag met de hond. En ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.